studenten van de Fontys zijn een bijzonder project gestart. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een dierbare verloren zijn, kunnen dankzij dit project op kunstzinnige wijze rouw verwerken. De studenten zijn tot de conclusie gekomen dat er voor deze doelgroep weinig aanbod is. De jongeren verwerken middels het project hun verlies door creatief bezig te zijn. Herinneringen tastbaar maken, dat is het uitgangspunt. De jongeren die kunnen bij ons een gepersonaliseerde ontwerp inleveren. En dat gepersonaliseerde ontwerp zegt iets over degene die is overleden. Dit kan in een pakketje van 5 tot 25, wat ze maar willen. En het kan verdeeld worden met de anderen om zich heen, zeg maar, met dierbaren. Zodat je weet van oké, ik ben niet in mijn eentje, dus er zijn mensen met mij. En we dragen met z'n allen die last. Het is ook als een symbool om er meer over te praten met je dierbaren. Zodat het als een klein gifje is, zo van ik wil hierover praten en ik ben er open voor. Want het is uit onderzoek gebleken dat heel veel mensen willen er wel over praten, maar ze weten ook niet hoe. De studenten zijn verbonden aan de opleiding International Lifestyle Studies. Iedere student heeft de opdracht gekregen om in groepsverband een innovatieve company op te richten. Binnen deze studie ben je niet bezig met kleding of mode of wat dan ook. Maar het gaat echt puur om concepten ontwikkelen die de kwaliteit van leven van anderen verbeteren. Nou, wij kwamen erachter dat dat nog best wel moeilijk is. En dat mensen het, of tenminste kinderen het heel moeilijk vinden om die stap te zetten. Maar ook andersom. Dat bijvoorbeeld vrienden van hun het heel moeilijk vinden om erover te beginnen. De naam Doodleuk is gekozen omdat de studenten een beladen onderwerp op een luchtige manier willen benaderen. Omgaan met de dood moet volgens hen laagdrempelig zijn, maar wel respectvol. Wij willen het zeg maar luchtig en speels houden. Dus door bijvoorbeeld inderdaad iets heel gepersonaliseerd bij te dragen. Nou, we hebben een hele mooie Facebook genaamd Doodleuk. Dus als je het intypt bij de search engine, dan kom je gelijk op onze pagina.